Je kunt het natuurlijk oefenen met een plakje worst of een augurkje. of je lebert gewoon de hele kroeg af. Maar hoe moet het nou echt? Vandaag gaan we het hebben over tongzoenen. Mijn naam is Drijer. En mijn naam is Miel Nusteling. En we gaan. ik wou zeggen, we gaan tongzoenen. We gaan ja, het hebben. We gaan tongzoenen. het hebben over tongzoenen. Ja. Tongen op de bek gaan. Op de bek gaan? Op de bek gaan. Echt? Ja. Oh. Motorboot, nee, motorboot is wat anders. Uh, nou ja, de, de, de moeder van een vriendin van mij op de middelbare school... die zei dan altijd na een schoolfeest of zo tegen mijn moeder... over haar eigen dochter, snap je het nog? Ja, Joëlle die ging weer naar het schoolfeest... en die is met iedereen op de bek gegaan. <laughs> het was wel vrij oud geld. Ik okay. weet niet of dat ja, een, misschien uh, dat op de bek Op de bek gegaan. De bek gegaan. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Nou, vertel maar wat Kleine jij deze dingen. week uh, ja, voor het nou, gedaan ik hebt. Ik heb dus nu iets in mijn huis... en ik denk dat ik nog nooit zo blij ik ben geweest met een meubels. Oké, okay, nou er is ook iets wat jij niet in je huis hebt. <laughs> Lieve mensen, ik ben bij Marco thuis geweest in Amsterdam, <laughs> in zijn nieuwe huis. Stop met lachen, want er valt niks te lachen. Je bent straks hartstikke dood. En dan staan wij allemaal te huilen. Dus stop maar met lachen. Ik was in zijn badkamer. Hij liet mij rondtijden en hij liet mij de badkamer zien. Hij heeft dus een heel klein badkamertje, van zeg maar één bij één. Dan heeft hij de douchekop extreem hoog hangen, ik heb nog nooit zo'n hoge douchekop gezien... dan heeft hij, omdat hij er net woont, zogenaamd... Uh, nog geen lamp opgehangen, geen waterdichte plafonjeren. Nee, lieve mensen, hoe ziet de lampsituatie aan het plafond eruit? 10 centimeter van die douchestraal hangt uh, elektriciteitskabels... van werkelijk waar 30 centimeter met het allerouderwetste kroonsteentje... wat je ooit hebt gezien. Zou het niet hartstikke nat worden, dan is het bijna brandgevaarlijk. En elke dag doucht Marco daar met 10 centimeter verschil... Tussen de enorme waterstraal en deze elektriciteitssituatie. En als hij een keertje zijn gaat wassen. en hij doet de straal bijvoorbeeld omhoog. dan is hij gewoon mors en morsdood. En ik wil dat je dit verandert. Ik wacht op een sponsor die mij sponsort. En lampen lampensponsor. Nee, echt lieve mensen. Ik wil jullie allemaal oproepen. om Marco elke dag een DM te sturen. met. heb je al een waterdichte plafonnière gekocht? Ik ga het doen. Ik ga het echt doen. Ik meen het. ik dat. Nou ga mag doen. je praten over wat je wel hebt in huis. <sighs> Een inloopkast. <laughs> ik ben zo blij, ik zit regelmatig zo vaak met een kop. <laughs> ja, de man heeft een inloopkast gekocht, maar geen waterdichte plafondère verkeerde prioriteit. Met een, met een, met een kop thee in mijn kast ben ik zo blij met alles met die kast en alles wat erin hangt. Ja, dat is niet normaal. Hier voordat ik alles was alles wordt in kleine kastjes gepropt. En ik ben niet normaal ja ben zo blij. Met mijn inloopkast. Maar Dan ga je dus thee zetten ja. en dan ga je in je kast zitten ja. en dan eens even genieten van alle kleren die je hebt. Ja. En ga je dan ook dingen aanraken ja. of zit Gaan je ik daar? Ga dingen aan? aandoen en dan denk ik, maar, oh. En dan weer een slok thee en dan zit ik hem te kijken denk ik, oh, ik heb dit gewoon. Ever sinds ik klein ben wilde ik al dat ik oh, ooit heb ik een inloopkast en nu heb ik een inloopkast. Ik, ja, <laughs> ik was dit dus niet een van jouw dromen? Ik heb altijd een inloopkast. Kamer. Genot. Ja, ik had. Uh, als kind een inloopkast en in mijn vorige huis had ik een inloopkamer en nu heb ik gewoon bijna geen kleren meer. Misschien ga ik daar ook nog ooit heen, maar voor nu. Het is heerlijk dat je daar zo van geniet. Ja. Ja. Nee, is echt. Maar voor echt... mij is het wel heel raar dat je dus geen waterdichte plafondière hebt, maar wel een enorme inloopkast. Ik heb dit op Instagram gezien, want ik, die kamer hebben we overgeslagen ook in de ja, rondleiding. Ja, de deur stond gewoon open. Maar... Ja, maar dat interesseert mij dan gewoon nee. niet. Ik kijk gewoon veel meer naar veiligheid. Ja. Ja. <laughs> en wat is hier? Oh nee, toen, ja, toen kreeg ik een hele... Ja, maar je hebt ook allemaal speciale laadjes en zo, toch? Ja, echt, laadjes um... voor ringen en voor, ja, voor accessoires en, en schoenen, tassen, alles. Daar hangt ook nog geen lamp trouwens. Nergens hangen nog uh, lampen. Ja, maar dat interesseert me niet. Het gaat om veiligheid. Alleen niet. Ja. Nee, dus dat is mijn uh, blije uh, kleine ding. Ik, Heerlijk. Ik me leuk in, dat als... jij een keer met de decadente dingen komt. Ja. ja. Mag ook wel eens een keer. Ja. Uh, wat is jouw kleine ding? Nou, het grappige is dus: ik heb niet echt iets meegemaakt. Oh. Uh, ik leen iets van iemand ah, dat, anders. Dat omdat ik denk, het is toch een heel inspirerend verhaal. Uh, mijn vriend Sebastiaan heeft iets nieuws gedaan. Nou, laat me iets vertellen over Sebastiaan. Sebastiaan heeft economie gestudeerd. Waarom? Ja, daar was hij gewoon goed op op de middelbare school. Toen dacht hij, wat zal ik eens doen op de universiteit? Nou, ik ga gewoon verder waar ik gebleven was. Toen had hij economie gestudeerd. Wat dus ga je daar in godsnaam mee doen? Nou ja, dan maar economie docent worden. En hij geeft nu les op een school voor mensen met bijvoorbeeld ADHD... en autisme en gedragsproblematiek. En hij is een hartstikke lieve docent. En heel veel mensen zijn helemaal fan van hem die daar op school zitten. Maar soms jeukt het bij hem in zijn hersentjes... Ja, Zat jij meteen naar zijn kruis? Ja, ik dacht oké. Okay. <laughs> Soms jeukt het eerst ja. in zijn hersentjes. En dan denkt hij, ik zou, wel, ik zou wel iets willen doen met mijn creativiteit. Want mijn mm. verkering, ja, je moet voor goede huizen komen. Wil je verkering bij mij hebben. Dus hij is onnoemelijk grappig. Hij kan heel goed vertellen. Uh, hij is extra ver. Hij, hij is gewoon expressief. Hij, vind, hij wil gewoon graag iets met zijn creativiteit doen. En ja, hij komt toch uit een Duitse familie. Wij zijn bij ons was het gewoon heb jij zin om, om te kleien heel de hele dag, ja. ga daar maar in de hoek zitten en ik wil je zes uur niet horen. Ja, hij komt toch uit een ander gezin en opeens dacht hij, ik ga naar improvisatietheaterclub. Oh. Dus hij heeft zich aangemeld en het grappige is, hij durft dat ook gewoon. Hij heeft daar helemaal geen moeite mee. Hij gaat er, ik, ik zeg ben je niet zenuwachtig? nou, gezonde spanning. Maar hij gaat er dan gewoon heen en klets met iedereen en hij kwam terug, lieve mensen. En hij was uitzinnig. Hij ging al die scènes napraten en hij vond het leuk. En hij kon dus eindelijk ergens zijn creativiteit kwijt. Want mensen denken bij creativiteit heel vaak aan dat je dan heel goed kan tekenen ja. al. Uh, of dus kan kleien in een hoekje. Maar creativiteit kan ook zijn dat je iets met je taal wil doen. Of dat je iets met je extraverte persoonlijkheid wil doen. Mm -hmm. En je kan gewoon economie gestudeerd hebben en denken. Hé, hey, misschien wil ik wel, uh, ik heb toch mijn lesbevoegdheid al, nog iets van een dramaopleiding ernaast doen, uh, zodat ik het alle twee kan geven. Of misschien denk je wel na een theaterles: uh, het is helemaal niks voor mij, ik doe het toch niet, ik ga die creativiteit ergens anders opzoeken. Ja. Of je profe professionaliseert het helemaal niet. Maar voelen en, en een beetje met je teentjes in het zwembad, om te voelen: is dit iets voor mij? Dat is natuurlijk heerlijk om te doen, hè, lieve mensen. Dus dat wilde ik jullie even meegeven. Ja, dat allemaal. Ga iets, ga iets doen. Maar als je een, uh, een, 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 een verwachting hebt, nee, of je wil iets doen, meld je aan. Probeer het. Ja. Je hoeft niet... En ik ben dan iemand die, want ik ging dat met de uh, uh, pianoles een keer doen en toen had ik ook meteen voor 35 lessen betaald. Ja, nee, dat moet je niet doen. En ook niet meteen een pi piano kopen. Nee, of, had ik ook gedaan. Hij moet nu ook niet een theatertour boeken meteen met zeven nee. voorstellingen. <laughs> nee. Kom, er is ook geen oproep om kaartjes te kopen. Het is gewoon even. Ja, gewoon chill en gewoon eens een keertje ja, wat uitproberen. Want het is gewoon echt improvisatie. Dus ze zeggen gewoon: doe maar als een. Ja, een beetje Lama's achter. Ja. ja. Maar dan met iets. Minder humor, per se, heel de tijd. Ja. Nee, het hoeft niet. Het hoeft natuurlijk niet alleen maar grappig te zijn de hele nee. tijd. En hoe, wat voor mensen zitten er in die groep dan? Ja, dat is heel divers. Gewoon allemaal verschillende mensen. En um, ik heb zelf op, op theaterschool gezeten. Zij dus zei: ga je mee? En toen zei ik: Nee, dit is, Ga jij zelf maar heel eventjes. Want anders ben je toch ook weer bezig met je partner. En je moet. Kijk, wij hebben helemaal geen, geen spanning daarmee. Maar ik wilde dat toch niet. Omdat ik vind dat je ruimte moet hebben om cringe te zijn. Snap je wat ik daarmee bedoel? Nee. Wat... Dus kijk, als je iets met je partner gaat doen of met je vrienden... Ja. dan heb je altijd... zij kennen jou op een bepaalde manier... dus er is altijd een verwachting van hoe jij je gedraagt... ten oh, opzichte zo, van ja. hen bijvoorbeeld. En je moet eigenlijk helemaal jezelf kunnen zijn. Dus ook slecht kunnen acteren. Flauwe grappen maken die niet vallen. Uh, zonder dat je het gevoel hebt dat er iets is... wat naar de buitenwereld kan uitlekken. Je moet eigenlijk een bubbeltje voor jezelf ja, creëren. Ja, safe space. Ja, precies. Ja. En dan is het weer veel fijner dat je thuis zit te wachten... om te tongzoenen. Precies, ja. Goed, de eerste keer tongzoenen, hoe kwam je ermee in aanraking? Ik kwam ermee in aanraking. Ja, ik had dus, uh, was met iemand naar de bioscoop gegaan die ik dan weer kende. Ja, het is weer het totaal niet een Romantisch verhaal of zo, maar goed. Uh, ik kende iemand toen de tijd, ik was toen 15, denk ik. En toen kende ik dus iemand via Gay.NL. Want er was niemand op mijn school gay, uiteraard, of niemand was uit de kast. Dus dan in die tijd ging, zat heel veel mensen op gay.nl, en toen kende ik, toen was ik met iemand aan het chatten. Een hele oude man het. waarschijnlijk. Een hele oude man. Nee, het, het fijne was wel, want hij zat dus op een andere middelbare school in Amsterdam, en omdat ik op die musicalschool waar ik, ik zat, zat een vriendin van mij die was ook ook die school. Dus ik had wel gevraagd wie, wie is deze? Hallo. Dus toen was het wel van, oké, okay, dat is gewoon oké okay guy. En toen gingen we naar de bioscoop, en toen daarna. Waar we uit filmen. Toen was het wel heel ongemakkelijk. Zo, okay, nu dan zo. Maar dit is totaal aangeleerd gedrag. Want ja. je bent dus naar een bioscoop gegaan. Je hebt niet gepraat. Maar het hoort er dan bij. Dus het is gebeurd. Ja. Je hebt totaal niet gezien ja. met diegene. Omdat je... Nee. Dat is totaal zo van... Oh ja, we ja, gaan date, Dus we gaan naar de bioscoop. Dus we gaan popcorn eten. Dus we gaan. En dan daarna moeten we dus zoenen. Maar ik was ook de hele tijd... Ik, als je me nu vraagt welke film heb, heb je gezien? Ik denk, ik heb geen idee meer. En ken je hem nog? Uh, heb, je wel eens, heb je contact? Nee niet echt. ik weet wel. De, hij is vlieger en verflik nog wel steeds in de af en toe met uitgaan zie ik hem zo voorbij en dan zo hey, hallo heb je dan... daarna nog wel eens met hem gezoend? nee. is wel leuk om weer een keer te doen misschien. Kijken hoe we gegroeid zijn met hoe. <laughs> hey, uh... <torten dienken middels> <Ja. les> nee maar het was dus veel. ik, maar ik was ook volgens met die hele film alleen maar bezig met, met... ik ja. denk dat we zo om te gaan tongen. ik denk dat we zo om te gaan tongen. oké. Okay. Dus, ja. en hoe ging het? Ging, ja. was het mond open mond op open mond en ja. dan draaien met die tongen? ja wel Echt ja, en dat denk ik dat ik dat zo nog over gaan hebben, maar wel echt. Denk ik een man-op-mannen-zoen was het? Oh ja, ja, ik denk wel dat dat een soort heftige... met een barbecue. Intes, in het midden met een barbecue, <laughs> in het <midden>. nee, maar <laughs> um, dus ja, wel een schorten om. Schorten om. <laughs> ja. um, nee, dus het was ja, ja, echt volgens mij zo'n typische eerste tongzoen, ja, ja. Ik. Ja, ja. ja, mijn eerste seizoen zal ik zo vertellen, maar de eerste keer dat ik wist hoe dat een beetje moest en zo. Dat heb ik dus geleerd uit het Theo en Thea boek. <laughs> en lieve mensen die misschien niet weten wat Theo en Thea is... dat is, zijn oh. typetjes van de VPRO met Arjen Ederveen. Ja, het is echt belachelijk. Ja, ze hebben van die hazentantjes ja. En het is, het is echt VPRO ja. ten voet uit. Ja. Zo wordt de VPRO niet eens meer gemaakt. De, de veep, zoals de VPRO'ers zichzelf noemen, op de veep... zijn ze al... is het al te meer, gek, nee. zeg maar. En zij hadden dus ook opgeschreven dat je moest oefenen. Met een plakje worst wat je oprolde, of een augurk als je vegetariër bent. Zo zijn oh. ze wel weer bij de Veep in de jaren 80. 90 waren ze, waren ze al vegetariër en dat was ik. Dus <laughs> ik heb dan ook. Het is eerst. een augurk. Komt hier ja, jouw liefde van een geurke vandaan? Wellicht. Kijk, ik ben, ik ben natuurlijk en een VPRO-git. Uh, nee, ik ben geen. Ja. <laughs> Kom je nou uit de kast van VPRO-git? Ho, ho. Ik ben natuurlijk en een VPRO-kind. En ik ben autistisch. Dus oh. dat is een slechte combinatie. Want bij de Veep zijn ze helemaal gek. En ze, <laughs> daar zeggen ze allemaal hele rare dingen die ja. je niet serieus moet nemen. Maar ik neem alles letterlijk. Ja. Dus ik dacht, dit is echt een tip. Dus ik heb inderdaad geoefend de tongen met een oude gurk. Maar hoe kan je nou oefenen met een augurk? Dat... Ja, dan stop je zo die augurk, daar kan je toch wel een voorstelling bij maken, dan nou. stop je zo die augurk in je mond en dan ga je gewoon een beetje met je tong langs lang die augurk. Je, ja. Maar de augurk was vrij koud, dus ik zou hem even in de magnetron doen om te oefenen. En een augurk is natuurlijk best wel zo'n groot opgezwollen ik wil net zeggen, een ding, dus je zou hem ook kunnen halveren bijvoorbeeld. Ja. Of zo'n bol augurkje, zo'n kleintje. Ja, nee, ja nee, nee, nee. Dat is meer alsof je aan een pinkje sabbelt. <laughs> en mijn eerste keer uh, tongzoenen, ja. dat was dus op een uh, schoolfeestje. Ik ging eigenlijk nooit naar schoolfeestjes, want ik was gothic. En daar draait dus oh. natuurlijk niet de muziek die ik wilde. Uh, maar ik ging toch met uh, Puk. En uh, Puk en ik, die stonden daar. En wij, die was ook gothic. Dus wij stonden daar in als zachtgereindigde gothics. Van ja, oh. in het midden ook. Ik oh. weet niet waarom. Demonstratief in het midden. En, <laughs> ja, en opeens vroeg ze aan mij: heb je eigenlijk wel eens getongd? En toen zei ik: nee. En toen zei ze nou, en toen uh, heeft ze mij uh, ja zo de tong in mijn mond gestopt. Wat ik toen nog niet wist, ja, dat voelde dus wel heel erg als die augurk. Want haar tong was vrij hard. Maar dat is natuurlijk een spier. Die kun je aanspannen. Ja, en ze hield hem helemaal gespannen. Ja, ze heeft hem helemaal gespannen. Op. Dus zij duwde echt een soort van ja, die warm augurk <laughs> bij me naar binnen. En ik dacht echt. nee. Nee, dit ga ik nooit doen. What, what the fuck is the fuzz about? <laughs> dit wil ik niet. En zij moest helemaal lachen en giechelen. En ze zei... Oh my god, dit is zo lekker. Maar het en... was een soort torpedo. Dan had het zo'n harde ding naar binnen aan het een geurk zo ja een beetje alsof je tepel stijf wordt weet je wel dat maar dan met je tong zo je mond in ja het was en ja dat is een soort pulserende beweging en toen zei ze ik wil het nog verder uitproberen toen heeft ze me mee naar boven getrokken want daar waren de wc's en daar hebben we nog ja een uur lang staan tongen of zo en op een gegeven moment werd het wel iets beter Um, ik wil haar, haar ook niet tongshamen. Ik bedoel, we waren ook gewoon vijftien. En misschien doet ze het inmiddels nee. veel beter. Maar ik, ben, ik kwam er toen al wel achter dat ik een meer sensuele tonger was. Kijk, ik hou er ook van om in elkaars bek te spugen als het moment ervoor is. Maar als je gewoon voor het eerst met iemand gaat zoenen... Ja, sorry, ik zou niet een pulserende augurk zijn. Dat is toch wel een tip. Maar... Uh, ja, en dat was dus de eerste keer. Ja, heftig wel. Ja. En, en daarna heeft het een paar jaar geduurd voordat je het weer durfde te proberen, of niet? Of was het toen het hek van de dam? Uh... Ja, kijk, ik kom uit een alta hol. Dus er was bibelo, dat was een soort van... Ja, 013, uh, rood kapje. Weet ik veel. gewoon zo'n poppodium waar het ook stinkt. En waarvan waar, waar je denkt, had iemand er wel zo'n doekje overheen? En er waren allemaal met die metal, metal bandjes en weet ik het allemaal. En op een gegeven moment waren we op een leeftijd dat iedereen daar gewoon heel de tijd met elkaar ging tongen. En sommige mensen wel acht op een avond. En zeiden zo, ze ik heb vanavond met acht mensen gezoend. En daar waren ze ook trots op. Ja, iedereen had waarschijnlijk Herpes Simplex en Pfeiffer. Uh, maar het was, iedereen tongen met iedereen. Ja. En in die tijd uh, heb ik op zich wel veel gezoend. Maar was altijd heel goor en zonder gevoel. En ik vond die mensen niet niet leuk, dus dat dat ja, het is nou niet dat ik daar tongen met warme om de meer. ja kijk dan niet met warme gevoelens op terug. van nou wat heb ik toch mooie emotionele dingen meegemaakt. <laughs> Spreek jij die mensen nog? <laughs> um, nou, kijk, oh. het is dus wel grappig, want um, er zijn dus ook heel veel mensen die zeggen dat ze met mij gezoend hebben toen, waarvan ik weet dat het niet waar is, want ik dronk toen helemaal geen alcohol. Uh, ik heb door mijn angststoornis, denk ik, vier jaar, drie, vier jaar niet gedronken. Dus ik was altijd nuchter. Nee, Moet je nagaan, dan is nog erger hoor, lieve mensen. En die mensen hadden dan gedronken en die hebben gewoon dan een soort van gezegd... Ik heb ooit een keer bij Mion Nusseling gezoend, dan en dan. <coughs> dus spreek ik die mensen nog? Nee, niet echt. Maar via via krijg je nog wel eens te horen. Dat zijn gewoon... Deze leugens. Ja. Wie weet komt dit ooit wel eens in de privé naar boven. Van Mignon Nussling. Media, Media courant. Media Daar ben ik wel beroemd genoeg voor, Daar, denk ik. Want ze ja. schrijven echt over elke drol die ergens <laughs> op de tafel gelegd wordt. Ja. Dan, dan gaan ze deep down in, de, in jouw archief om te kijken wie dit zeggen allemaal met jou te hebben. Heb jij in je puberteit zo'n tongfase doorgemaakt waarin je uitging en met zes mensen ging zoenen? Nee, helemaal niet. Ik ben dus ook nu nog steeds niet. Helemaal geen, geen tonger. En niet per se omdat ik het niet lekker vind. Omdat ik het niet zou willen. Maar ik ben gewoon heel... Selectief. En misschien komt het dus ook door omdat ik dus niet drink of bijna niet drink. Dus ik ben ook bijna niet dronken, bijna niet dronken te krijgen, maar in ieder geval niet. <laughs> dat is niet zwaar. Um, en dan, dan is gewoon minder snel die uh, zo dat, dat flirterige in een in een clubsetting dan in ieder geval. En dat, dat je dan de hele avond maar met Jan en alle man. Ja. Dat heb ik gewoon nooit gehad. Ik ben eigenlijk altijd uitgaan om het dansen en minder om het tongen. Ging je ook met tongen voor de Lom met vrienden? Nee, eigenlijk niet. Nee, wat zat helemaal niet in ons uh, vrienden-ding of zo? Mm -hmm. Ook als ik nu terug naar die mensen, denk ik nou prima. Eigenlijk ook wel, ja. <laughs> maar ja. Oh. Nee, dus ik, ik, ik ben helemaal niet zo. Terwijl, als ik dan wel iemand zeg maar, een soort eye-lock en het, het is er, dan is het wel ook dat ik de hele avond alleen maar overal de hele tijd. Ja, precies. Dat er echt iemand uh, oh, zo'n geel ding moet neerzetten dat de ja, voer van, nat is. Ja, ja, dan is dat dan wel gaande, maar het is niet. Ik, er zijn ook mensen die gaan uit. En elke keer als ze uitgaan, vinden ze sowieso vier mensen. Dan denk ik: Ik weet niet waar je die mensen in godsnaam vandaan trekt. Maar, maar ik, ja. Ja, ja. Ik moet echt een soort klik hebben of zo. Het kan niet zo. Sommige mensen lopen te, moeten zo in de club zo langs elkaar zo schuiven. Ook zo. moet er even langs. Dan kijken ze drie seconden. Denk ik, nou, nu gaan we tongen. Denk ik: Nou, ik weet niet. Mij gebeurt dat nooit. Ja, dus jij bent een beetje zoals je dat met seks kan hebben. Demiseksueel ben jij demitonksueel? Demitonksueel. Ja. Ik moet wel echt een soort. Hebben. Ja, precies. Nou, sowieso is het wel interessant. Want voor elke aflevering die wij maken, vragen wij op Instagram: van, Nou, waar loop je tegenaan? Wat vind je spannend? Wat vind je moeilijk? En ik uh, ben ja, geschrokken heeft een negatieve connotatie, maar ik ben echt verbaasd over de extreem grote hoeveelheid van uh, aan berichten van mensen die zeggen. Ik vind het echt vreselijk. Ik vind het goor. Uh, Tom? Ja, 70% van de berichten uh, kwam echt van mensen die zeiden: ik voel zo'n extreme aversie. Uh, dat levert problemen op in mijn relatie. Um, oh. Ja, ik zal één iemand even voorlezen. Tongzoenen. Ik zat hier laatst nog over na te denken. Wie heeft dit ooit bedacht? De Fransen vermoedelijk. Ik denk dat diegene vindt dat de Fransen... dat alle ellende nee, uit Frankrijk French komt. Nee, French kissing. Ja, maar in Frankrijk heet het dus English kissing. Echt? Ja. Oh. En waarom hebben we dit met z'n allen zomaar aangenomen... als iets wat normaal is om te doen met je partner? Ik vind tongzoenen goor... en heb dat pas vrij laat in mijn relatie durven uiten... omdat ik me schaamde. Tongzoenen wordt ook gezien als een soort bevestiging van een geslaagde date of zo. Alsof dat erbij hoort. Hebben jullie gezoend? Het ja, is wordt van wel, de Dat wordt wel vaak gezegd natuurlijk. Ja. Als je gaat daten en is er, is er al veel Ja, want dat vind ik dus. Ze ze, ik, we gaan het even opsplitsen. Ze zegt twee dingen. Even over dat zoenen, dat het goor is, daar komen we dan op terug. Uh, want daar heb ik nog wel meer over te zeggen. Maar inderdaad, tongzoenen wordt gezien als een soort van sealed deal. Ja. Nou ja. Ook wat ik had, dus na die bioscoopdate als tongzoenen, als soort van oh ja, nu hebben we de date echt gehad of zo, een soort afronden vinkje en zo. Ja, terwijl ik weet dat heel veel mensen, en dat weet ik omdat ik zelf dat soort dingen ook gedaan heb, maar ik hoor dat ook van vrienden om me heen en zo. Heel veel mensen gaan alsnog zoenen met iemand, terwijl ze het dan bijvoorbeeld eigenlijk niet willen. Of ze weten al dat die date nergens op uit gaat komen en dan zeggen ze, ja, maar ja, uh, we waren al drie uur aan het kletsen. Of ja, ik dacht, ik doe dat maar even om er van af te zijn. Lieve mensen, waar hebben wij ooit het idee vandaan gehaald dat, het, dat je een stapje verder gaat met iemand om ergens vanaf te komen? Nee, dat is... Dat is echt hele rare logica. Nee, Nee, dat moet je ook gewoon niet doen. Dan, dan moet je gewoon zeggen: op een gegeven moment. Nou, was gezellig. Zo. Nee. Want jij maakt nu grappen, maar hoe nee. wijs je dat af? Nee, maar dat is lastig. Nee, maar dat ik is bedoel als iemand bijvoorbeeld een aanstal te maken, kan je wel zeggen, hey, dank je, ik voel dit, deze vibe oh, nog niet helemaal. Oh, dat is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk. Want je gaat bij jezelf te raden. Misschien zijn er vrouwendingen, hoor, maar je gaat bij jezelf te raden. Heb ik de verkeerde signalen gegeven? Oh God, moet ik hem nu wegduwen? Ja, dat wordt allemaal heel ongemakkelijk. Nou, weet je wat? Ik steek mijn tong er maar heel eventjes in. Maar ja, ondertussen gaat die hele penis natuurlijk omhoog en die denkt er komt nog meer aan. Dus... Dit is dit is misschien echt een vrouwen ding. of misschien niet. Maar maar ik, behalve dan op mijn vijftiende, daar, daar, dat is bij mij echt wel eens gebeurd dat ik heb gewoon ook gezegd, hey, nou ik ik voel deze vibe nog niet helemaal, maar dus uh, nou ik vond het voor vanavond gezellig of zo. Kijk, ik vind het een goede tip, maar ik vind het ook een moeilijke tip. Ja. Dat is een hele grote stap. Ja, is ook zo. Maar je kan, ja, misschien, je kan ook de, wel, misschien werkt het voor mensen van, oh, nou, daar heb ik maar getonkt. Als je er zelf toch niks bij nou voelt. Nou ja, kijk, ik wilde zeggen, wat vind je van de regel nooit zoen op een eerste date? Ik, ik vind dat een vrij, zeg maar, rigide regel, maar. Als je doet alsof je die regel hebt, uh, dan kun je dat wel tegen iemand zeggen om het mm -hmm. uit te stellen en dan kan je later een appje sturen met uh, nou tot nooit meer zien. Ja, dat is wel waar. Dus dan jok je maar even. En je kan altijd die regel aanhouden als er toch echt vanuit beide kanten heel veel spanning is. Kan je eigenlijk je, altijd je eigen regel nog breken? Ja, want ik had, kijk, het is bij mij geen regel geweest van ik zoen niet op de eerste date, maar ik heb dat wel vaak gezegd tegen mensen omdat ik het dus ingewikkeld vindt om dat af te wijzen, uh, maar toen ik mijn uh, uh, huidige vriend tegenkwam, ja dat was zo leuk en zo fijn. En toen op een gegeven moment toen liepen we op straat en toen stonden we op een brug in avondlicht en uh, met de maan. Het was allemaal romantisch. En toen stonden we, pakten elkaar even vast en toen ging hij mij dus kus en toen duwde ik hem weg. Dus ik ja, ik wil eerst weten met wie ik ga zoenen. Hoe heet hoe je helemaal van voor en achter? En wat doe je eigenlijk voor werk? De organisatie erbij, waar woon je? Ja, daar hebben we het allemaal, nog... erbij, <laughs> ja, dan dan het het allemaal nooit over gehad. En hij dacht, oh nee, ze willen het niet, ja. want ik duwde hem weg. En uiteindelijk werd het allemaal heel leuk en uh, gezellig. Maar ik wilde wel even weten of ik het. of ik in het moment zat, of dat het echt om hem ging of zo. En, ja. En, ja. Even nou, een moment voor jezelf dat je zei: oké, okay, even kijken wat ik zelf echt wil. Ja. In plaats van, nou ja, dat is toch prima. Ja, en dan mensen die het niet, um, ja, die het echt niet willen of ja, echt vies vinden. Heb jij daar iets over binnengekregen? Nou, ik heb ja, ik heb wel uh, heel veel mensen die zeggen: Ik doe het alleen met mensen die ik leuk vind of aantrekkelijk, um, of mensen die ik steek niet overal mijn tong in. Ik loop er uh, tegenaan dat ik ook de juiste partner nog niet echt heb gevonden. Um, dus heel veel ook mensen die het ook echt alleen, net als ik, soort demi-tongs wil zijn. Gewoon het alleen willen doen als ze echt een klik vinden. En niet zomaar met iedereen uh, in de club. Dus ook iemand die zei. Wat ik ook heel veel. Ik vroeg er misschien ook een beetje naar. Maar ik vroeg ook van. Goh, wat is het verschil? Mannen, vrouwen, mannen, mannen, vrouwen, vrouwen. Iemand zei ook. Ik had ook wat mensen die dan ervaring hadden met. met um, beide genders. En die zeiden van. Nou ja Bij vrouwen moet ik vaak zoeken naar de tong. Waar is die in vredesnaam? Terwijl mensen over mannen dan weer zeiden dat het heel. Misschien niet agressief, maar heel intens, of juist met heel veel tongen, soort heel, dus dat vond ik ook wel grappig dat daar een soort verschil um, in zat. Ja, heb jij wel eens met een vrouw gezoend? Ja, twee keer, heel oh, weinig. Ja, uh, ik denk, um, nou, het is bij mij niet 50-50, maar ik heb wel een soort van uh, uh, goede inschatting kan ik maken, mm. denk ik, en um, heel. Ik wilde zeggen heel banaal gezegd, maar eigenlijk is het zo opvallend dat ik wel kan zeggen dat dat, dat dit in mijn ervaring, wel echt de waarheid is: um, vrouwen zien het zoenen als een compleet fysiek spel. Dus um, er zit plagerigheid in, er zit flirten in. Het is even afstand nemen, lachen. Je zoent met heel je lichaam, je zoent ook met je ziel. Ook al uh, is het geil of wat dan ook, um, vrouwen hebben gewoon veel meer ook sfeergevoel. In het zoenen. En mannen, die zijn ja, die, alsof ze erop oorlog op uitgaan. Die gaan er echt voor. Die trekken al hun munitie uit de kast en die, 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 die zijn veel slechter in dat verleidingsspel en die rust. Dat is het vooral. De, de, de rust mist. Uh -huh. En er uh, uh, vrouwen zijn over het algemeen meer speels en mannen zijn over het algemeen meer opzwepend. En die opzweping is ook niet echt mm, gedoseerd. Het is gewoon... Ik ben binnen en ik ga ervoor. Ja. Het is het paard van trooien. Ja. Opeens springen al die soldaten die tongen zijn binnen en al die soldaten komen eruit. Er zijn wel vrouwen die denken, nou eerst even om een deurtje kijken, kijken wat er wat ja. hier op het Marktplein <laughs> te zien is, er is wel een verschil. Ik denk dat ik ook zo ben. Zoals, zoals je de mannen net omschrijft, ja, ben jij, ja. ja? Ben jij, ga jij op oorlog? Ja? ja, denk ik wel. En dan grappig. Iemand zei hier: ik, uh, dit is een uh, non-binair persoon. Ik zoen veel met 40-plusser, mannen. Uh, en die zoenen vaak hard, lomp en gevoelloos. En ik wil juist zacht, teder en passionate. Maar dan met oude mannen of feestjes. En dat is lastig. En toen dacht oud, ik iemand 40 is niet oud. Hoe oud is deze persoon? <laughs> ik denk 23 of zo. Oké, okay, nou ja. ja. Goed. Ik zou, ik zou een beetje op je woorden letten, lieve inzender. Um, <laughs> ja, dus nogmaals, dit was niet mijn. Dit nee. wil ik niet weer mensen boomers noemen. Dit is gewoon ingezonden. Oké. Okay. Maar toen ging je bedenken: zit er verschil nou, okay, tussen de genders, maar ook tussen hoe, genera hoe bepaalde generaties oh, ja. zoenen? Zou dat, dan is het ook moeilijk dat je buiten je generatie zoent, of ligt het alleen aan de leeftijd? Gewoon dat je ouder wordt, dat je dan <laughs> gevoellozer wordt of zo en dat je spieren een beetje verzuren? Ja, hoor. weet ik wel. En die agurk weer: uh, dit is de generatie agurk, die mannen. <laughs> Kijk, je moet iemand ook uitnodigen om jou terug te zoenen. En um, ja, als je bij iemand. Stel dat je bij iemand wil eten en je, je kent diegene nog ja. niet. Dan ga je ook niet daar opeens aan tafel zitten en zeggen, nou, wat eten we? Zet een lasagne maar neer. Nee, dan ga je ook een keertje misschien een bloemetje brengen. Of, en zo is het eigenlijk ook met die tong. Die tong die wil aan tafel gaan zitten, maar je moet die tong wel laten verdienen dat die aan tafel mag zitten. Mm -hmm. En Want iemand had ook uh, uh, naar mij gestuurd van, ja, hoe moet het nou echt? Ik heb het nog nooit gedaan. Ja. Alles wat je op tv ziet of wat je in pornografie ziet. is vaak uh, gefilmd. zodat je die tongen kan zien. zien. Of ja. dat je... Dus dat is allemaal niet zoals het moet. Eigenlijk. Um... Kijk, mensen hebben het dan over de wasmachine. of linksom, rechtsom. Als je hier allemaal over nadenkt. dan zit je oh, niet in het moment. Je... Ja. Oh nee. Dus wat je moet doen. Dus ik om elkaar heen ja, draaien. halen. zijn allemaal mensen die veel te heftig. Ja. Je moet het op ge gevoel doen. Hoe zoen je nou echt goed? Je bent als een kano, of een sub, of een heel klein bootje, of een surfboard op de zee. En die andere is dan de zee. En jij bent het surfboard. En je kan een beetje tegenbewegen, want anders val je er vanaf. Maar je kan ook een beetje mee als het nodig is. En je laveert en je beweegt een beetje mee op het water. En soms denk je: ik zet een extra stukje kracht bij. Ik pedel een keer op dat surfboard. Maar sommige die... mensen zijn gewoon een grote win. Ah, komen... Ja, en dan <laughs> heb je dus een mismatch. Want dat kan. Maar, dat is ook, en, maar ik moet wel zeggen. Natuurlijk, er is natuurlijk niet één goede manier om te zoenen. Want je moet natuurlijk eigenlijk als je op een gegeven moment partners wordt een beetje samen uitzoeken. Tuurlijk. En soms is de wasmachine hartstikke lekker en dan spuug je in, je mo in de mond van je partner en dan zeg je zegt dat je een slechtje bent en dan krijg je een klap in je gezicht en dan is dat ook heerlijk. Maar dan zou ik niet mee beginnen. er zit een ontdekkende <laughs> fase in waarmee je gewoon moet kijken: ja. kan ik met deze persoon de wasmachine doen? Ja. Je begint niet met de wasmachine. Eerst suppen, ja, surfen. Bestaan er slechte zoeners? Is mijn vraag aan jou. Ik denk. It takes two to tango. Maar iemand past zich altijd aan als de zoenstel te dominant is aan het begin. Ik denk dat je een slechte zoener bent als je niet het ritme van elkaar kan vinden. Dan ben je gewoon een slechte zoener. Ja, dat is het. Je moet gewoon wel samen een ritme vinden. Er waren wel ook best wel wat mensen bij mij die zeiden: Van ik. Uh, we hebben nu een lange relatie en we worden minder getongd. En het ja. die, die die wordt steeds minder interessant. Het is eigenlijk alleen maar leuk om met nieuw, nieuwe mensen te tongen. Daarna wordt het meer kussen en andere dingen. Te verluid ik wel. Um, kijk, het nadeel hiervan is dat als je in een lange relatie zit, dat tongen een soort van um, non-verbaal uh, alternatief wordt voor. Laten we straks seks gaan hebben. Mm -hmm. Waardoor je. Vaak krijgen mensen dan ook geen zin meer om te tongen, omdat ze weten. Oh, dat, moet altijd, dat is altijd een aanloop naar seks. Dat krijg ik ook terug, inderdaad. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je wel gaat tongen. En dus stel je een soort tongtherapie voor. Dat je gewoon altijd voordat je gaat slapen. Want dan heb je lekker net je tandig Want mensen zijn allemaal heel erg bezig. Ook met. Met, met, met ochtendadem en zo. Nou, daar heb ik allemaal geen moeite mee. Maar ik ben mijn gordel al waarschijnlijk. Maar dat je Weet je, als je je tanden hebt gepoetst, je ligt in bed samen, dat je dan gewoon even, zo, dat je uitspreekt. We hoeven niet te seksen, maar ik zou weer heel graag gewoon eventjes... kussen. En misschien, of zoenen dus, to tongen. Dat je met je partner weer opnieuw dat ritme moet vinden. En dat je ook moet vragen, vind je dit lekker? En dat je het speels houdt. Maar um, stoppen met tongen. Kijk, mijn ouders hebben altijd gezegd: nooit stoppen met tongen. Voor de lol. Ja, werden jullie dan wakker? Goedemorgen, nooit stoppen met tongen. Of in welke setting nou, kwam ja, dit? Weet ik, we zaten ook wel eens aan tafel en dan zei mijn moeder. Maar dat heb ik volgens mij wel eens. Zijn lekker? asperges lekker? eens het gaat om kut, kont. Neuken is gezond. Heb ik, ik wel eens verteld? Ja, mijn moeder is gewoon een beetje. Wat? Dit heb je nog nooit verteld. En heb je dit nog nooit nee? verteld? Oh, we zaten we gewoon aan het eten en had mijn moeder gewoon zin om dat te zeggen. En dan ging ze op tafel slaan en dan zei ze: Lul, kut, kont. Neuken is gezond. <lacht> ik... <lacht> en mijn moeder deed ook als de vingers onder mijn neus en dan zei ze: kut of kont. Ik... Dus mijn moeder zei ook altijd: nooit stop met tongen. Maar goed, dat staat er los van. Ik ga en echt ik een keer met jouw hele... moeder lunchen, ze me ja. echt enig. heb er wel eens kitty... een keer uitnodigen in de podcast. Nee, maar ik denk dat het heel belangrijk is om uh, te blijven tongen, omdat het anders een aanloop of een aankondiging van seks is, en dat is ongezellig. Ik heb denk ik mijn ouders nog nooit zien tongen. Nog nooit. Nog nooit. Geen één keer in mijn hele leven. Ja, maar als het bij je ouders dus ook al een aanloop naar seks is, lijkt me dat ook gezond dat je dat niet hebt gezien. Nee, want mijn moeder houdt ook niet van seks. Mijn moeder zegt altijd: ik heb het maar twee keer gedaan, Eén keer om jou te krijgen en één keer om je broertje te krijgen. Hm. En mijn vader is wel altijd een geilbakker, dat die hoor ik altijd over zeggen en hoor ik mijn moeder zeggen: als je zoveel zin hebt, dan ga je toch naar de Wallen, dat is bus 32 naar de stad, succes, veel plezier. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, nee, ja, tong. kijk, weet je wat het is? Scheefgroei is gewoon heel ingewikkeld. En als de een het eigenlijk wel weer zou willen en de ander niet, en als je het alle twee niet wil, is het prima. Um, maar goed, ik kreeg bijvoorbeeld ook een bericht binnen van iemand die zei. Ik ken iemand die niet meer met haar partner wil tongzoenen omdat ze diegene snotjes heeft zien eten. Ja, als dit aan het begin van je relatie is, of je bent een jaar of twee jaar samen, ga even bij jezelf te raden. Wil je dit totdat je bejaard bent volhouden? Ga, ja, wil jij ja, bij iemand blijven? En ik snap deze weerzin. Hè? Want oh, ik zou dat ook vreselijk vinden. Oh, als je iemand snotjes ziet eten. Ja, maar dat... mensen doen gewoon ranzige dingen, ja. Ja, maar, dat, dus, maar ga je dit volhouden totdat je bejaard bent? En als dat niet zo is, dan, dan moet je het gesprek aan. Ja, of ze, ja zeg dan gewoon een keer, zeg, ik zie jou nou weer een hele klodder snot in je mond uh, doen. Wat, uh, waar, waar, wat gebeurt hier? Hallo? Zullen we dit even niet meer... Uh... Ik denk dat we. Want we, 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 het is zo'n volle aflevering. Ik heb echt nog de helft van mijn papier. Ja, ik ook. Uh, ja. En we zitten al best wel op de tijd. Misschien moeten we of een keer een deel 2 maken. of we gaan even snel door. Uh, ik wil wel graag zeggen. Want ik kreeg ook wat reacties. Zeiden mensen. Ik vind het heel moeilijk om op openbare plekken te zoenen. die niet gay-clubs zijn. Dus kunnen we alsjeblieft. met z'n allen als samenleving ervoor vechten. dat ook uh, gay mensen, lesbiennes. gewoon openbaar zich fijn voelen. om te tongen overal. Ja. Dank u wel bij deze gezegd hebben. Ja, nog even over mensen die dus niet van tongen houden. Um, ik, 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 ik zie heel erg twee kampen. Ik kreeg mensen in mijn inbox die dus een partner hebben... die niet van zoenen houdt en dat echt heel moeilijk vinden. Zich heel erg afgewezen voelen. Dus hebben het erover met elkaar. Maar er zijn ook mensen die niet van tongen houden. Houden en zeggen: Intimiteit ziet er um, kan er ook heel anders uitzien. Massages, knuffels, strelen. Het is geen issue, want er zijn heel veel alternatieven. Ik snap dat dat waar is, maar je partner mist het misschien wel heel erg. Dus het gesprek kan toch belangrijker zijn dan mm -hmm. dat jij misschien aanvankelijk denkt. Van alle twee kanten. Ja, ja, ja. Ik kreeg dus, ik kreeg dat. Was viel bij mij echt wel op dat er heel veel mensen dus zeiden: Van ik wil niet meer met mijn partner tongen, of het wordt gewoon minder leuk. En ik denk gewoon dat je. Ik, Honger kan gewoon echt heel leuk en lekker zijn. Dus mm -hmm. zoek iets. Om, om, ja. om het leuk te houden en of zo. Misschien werkt het ook wel voor jullie in je relatie... om te zeggen, nou ja, we hebben geen open relatie... maar zoenen met anderen mag wel. Ja. Als ze we we samen uitgaan bijvoorbeeld. Heel veel mensen doen dat ook als ze altijd samen uitgaan bijvoorbeeld. Dat ja. ze dan met anderen mogen zoenen. En niet dat de mannen dan zeggen... jij mag alleen met vrouwen zoenen... en ik mag ook met vrouwen zoenen... terwijl je gewoon een heteroseksuele vrouwelijke Hè? partner hebt. Ja, dat gebeurt heel Echt? veel. Ja. Maar wat is dat dan voor ons? Ja, ik nog geen namen, wij hebben een collega. <laughs> Die uh, was daarmee uitgelekt ook. Uh, wel media Dat zetten we ook oh. wel in de stories. Uh, ja, iemand zegt: Ik durf het niet meer in een romantische setting. Ik vind die aanloop daarnaartoe heel uh, moeilijk. Ik durf het alleen maar in een geile setting. En daardoor eindig ik in de verkeerde situaties. Huh? Wacht even, ze durft het niet meer in romantische settings? Ja, ik herken dit wel. Zoenen met iemand die je echt leuk vindt. En oh, dat omdat hij dan meer van is afhangt. Zo moeilijk. Dus ga je maar in het geile en dan kom je in een verkeerde sfeer. terecht. Ja, dan wordt het een soort platte van: oh, we gaan het alleen. Ja, seks of je doen. kiest zelfs de mensen uit. Dat je het alleen maar doet met mensen waarvan je denkt: oh. Nou... Ja, daar heb ik... ik zou niet weten wat ik voor tip daarvoor moet geven. Dat lijkt me inderdaad gewoon heel moeilijk. Ja. Ja. Ja, ik heb, ik heb, ik heb getongzoend met iemand. Ik had met Sebastiaan liefde op het eerste gezicht. En we zijn er alle twee achteraan gegaan. En het is echt geweldig. En het is de beste relatie die ik ooit heb gehad. Dus lieve mensen, alsjeblieft. Laat je inspireren. En in het ergste geval zegt iemand, ik heb hier geen zin in. Beter dan die relatie met die teennagel. <laughs> Beter dan die met, ja, die ook zijn sokken gebruikt om poep af te smeren. Wat? Nee! Oh, nou, dat vertel ik dan volgende keer. Oh my keer. god. Om... Ja, iemand zegt tongzoenen moet je leren. Maar weinig worden automatisch met de skill geboren. Dat ja, vind allemaal, ik ook mooi. Allemaal een aanschaffen en hey, gaan oefenen. En je kan er ook met elkaar over praten. Van hé, hey, ik vind het echt lekker als je me zo zachtjes ja. kust. Of in mijn nek. Of... Dat is wel echt. Je kan moet ook communiceren. Dus als je aan het tongen bent en het gaat niet helemaal lekker, kan je best zeggen iemand zeggen. hé, hey, probeer eens dit te doen. Of zullen we gewoon. Want ja. Je kan wel de hele tijd achteraf zeggen, ja, hij, of zij uh, doet niet wat ik wil. Ja, maar als je dat niet zegt, dan weet niemand het. Ik vind het vies als de ander rookt, zegt iemand. Nou, lieve mensen, dat is ook echt heel vies. Uh, ik heb lang verkeering gehad met iemand die rookt. Dat is wel die ene van die twee nagels. <laughs> um, en het gekke is, daar raak je bijna aan gewend, aan hoe vies oh. dat is. Maar als je dan weer zoent met iemand die niet rookt, dan denk je, wat is dit een heerlijke. Ja, ik lekkere, vind rook zo. tong. Ja. Gadverdamme. Maar als ik eerlijk ben, ik heb ik veel minder met hem gezoend. En dat komt daar ook echt ja, het, door. Ja, ja. Het is, ik, ik denk dat je het als roker gewoon niet kan voorstellen. Maar het is echt alsof je met je tong door een asbak. Ja, zo, uh. ja want ik dacht altijd dat dat metaforisch was. Maar dat, zo proeft het ja. echt. Het is echt uh. heel vies alsof je aan vers asfalt likt. Ja. weet echt niet hoe dat ik, maar gaat voor, Ja. 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 Uh, dus als je net een sigaret gerookt hebt, dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen. Ja, sorry, ik heb net gerookt. Uh, ja. Zal ik anders even je kut zoenen? Voorbeeld. Dat ga ik... Uh, ik hoop dat mensen dat tegen mij zeggen. Stop je tussendoor? Vraagt iemand of zoen je drie uur straight achter elkaar? Dat gewoon. ligt aan de vibe die je met iemand hebt. Soms zeg je, Laten we even, ik moet even naar de bar. Ik moet even wat drank aan, Dan ben je zo terug. En bij sommige mensen komt die pauze. kom maar niet. Ja, en als je samen op een bank zit... en je bent thuis in een romantische setting... dan zou je ook kunnen zeggen... Wij stoppen heel even met kussen. Ik ga even een glaasje wijn voor ons pakken. En dan tongen we straks weer ja. verder. Maak er gewoon een grapje van als je ja, buiten adem bent. Ik ga even wijn pakken. Ga jij lekker vooral door met tongen. En dan kom ik zo terug. En dan zit die ander op de bank zo. Nee, nee, ja, maar kijk. We kunnen hier geen tips over geven. Want dit is zo... Individueel. Individueel en per sfeer anders. Ja. Ik kan ja. me voorstellen als jij bij een Feyenoord-wedstrijd op de tribune zit... dat het anders is dan thuis op de bank met een wijntje. Ja, er wordt heel vaak bier op je gegooid. Of je wordt, je wordt aangetikt als je met je partner zit te zoenen in een voetbalstadion. Lekker plakkerig. Hoi, hey, dat doen we niet! Ja. Um, ik heb een heftige pinda-allergie, zegt iemand. Hoe weet ik dat iemand net geen pindakaas heeft gegeten? Door dat te vragen. Ja, maar als je het in de kroeg een beetje tegen zit. het te hey, trekken, voordat de tongen. Heb, heb een... je net een Snickers ja. op? Ja, maar dan kan je toch ook. op een gegeven moment kan je daar met humor, want je moet het doen. Ik vind dit zo grappig dat ik bijna jaloers ben dat ik geen binnenallergie heb. Maar verzin gewoon dat je er een hebt en dan kan je het uitproberen. Ja, zo van. Het nou, is, wel, is wel een leuke manier om te kijken of iemand met je wil zoenen. Nou, en. Hé, hey, ik heb een binnenallergie. Dus ik, uh, als we straks gaan tongen moet ja. ik toch wel weten of uh, je net de snickers op hebt. Als je dat gewoon zo'n beetje voor de grap zegt, dan zie je ook ja. hoe iemand erop reageert. Ja. En als diegene dan niet lacht en geen humor heeft, weet je ook dat je niet moet beginnen met tongen. Want geen humor is echt een dealbreaker. Ja, vind ik. Um, oh ja, je wat iemand zegt. Nou, je denkt dat iemand fantastisch is, totdat je ermee gaat dat, tongen. Ja, afknapper. Als ja. iemand, als je iemand helemaal al op een voetstuk hebt gezet ja. en je gaat tongen met diegene en het is verschrikkelijk dan valt diegene zo hard ja, op de grond. Ja, maar dat is de, door de natuur zo bedacht, hè? Ja? Zodat jullie geen, geen, kinderen. geen kinderen krijgen met zes armen, denk ik ja. echt. Ja. En lieve mensen, als je dit voelt, vertrouw dan op je gut feeling... en hou je onderbroek aan, want ja. dan gaat de rest ook niet matchen. Nee. En um, trouwens, iemand zegt ook... het is wel lekkerder met iemand met volle lippen. Heeft zeg maar, je, de bouw van je mond voor jou uh, impact op het tongen? Ja, ik heb nog met geen andere mond gezoend dan die met mezelf. Oh, je bedoelt de ander. Ja, de ander. <lacht> <lacht> zeg jij niet af en toe een andere mond? Zo? Ja, ik denk dat het wel... Ja, met vollere lippen. Ik denk dat ik dat ook lekkerder vind. Ik, ik denk... Ik heb, God, ik zou het niet eigenlijk durven zeggen. Want ik heb ook best wel vaak met snorren gezoend, bijvoorbeeld. Ja, dan, dan is die oh. lip totaal onzichtbaar. Ik krijg dus heel vaak po positieve reacties. Als men, want mensen denken vaak bij baarden en snorren dat het... Heel, heel prikkelig is en heel maar ik heb een hele zachte zachte baard dus vaak als mensen bij mijn zoetjes zeggen oh ja baard is heel zacht denk ik ja dat is als je het gewoon verzorgt ja het is een beetje alsof je met een hond aan het zoenen bent <laughs> <Ja. laughs> zachte wacht nee ja ik vind ook ik vind baarden ook uh, ja nee. maar je moet er wel goed verzorgen want als je echt van die prik dingen hebt dat kan echt ja, best wel pijn doen ja precies ja, mm, lippen, dikke lippen. Ja, mm, ja, ik weet niet. Kijk, uiteindelijk is het vooral eigenlijk voor mij de sfeer en uh, de speelsheid. En, ja, ik weet niet. Ja, nee, ik, ik denk dat ook zonder lippen. Iedereen heeft lippen natuurlijk, maar zonder grote volle lippen bijvoorbeeld, je ja. ook heel speels en lekker kan zoeken. Ja, zeker. ja, dat is zo. Ik had ja. nog wel één praktische vraag van iemand die zei, hoe haal je gra gracieus adem als je neus verstopt zit en je met iemand aan het tongen bent? Oh, ik zeg dat altijd. Ik ben nu even buiten adem. <laughs> Ja, dat zeg ik gewoon. Ah. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, en wat, wat ik ook doe... Mensen zijn ook bang voor restjes eten en zo. Ja, dat is, aan ja, sommige misschien... dingen moet je gewoon niet denken. Nee, ja, sorry. Ik heb ook liefst met mensen getongd... als we net in de club zijn... maar dat we net een snackbar ding hebben gehad en weer terug zijn in de club. Ja, ja. en ik tong ook met ochtendadem. En ik ja. vind niks lekkerder... dan, dat er, dan die ochtendadem helemaal opsnuiven bij mijn vriend. <laughs> ja, dat vind ik gewoon... Ja, maar dat, ik heb dat ook. Als je in een relatie bent... Dan, dan is, zeg maar, ja. niks meer vies van, van je... Partner of zo? So. Um, ik uh, geef bijna ook geen echt kusjes aan mijn vriend. Als wij bijvoorbeeld elkaar uh, dan, als, als, als een van de twee thuis komt van werk, dan geven we een soort van wel zo met uh, monden op elkaar een kus, maar wij doen altijd een heel even een stukje tong, even dat achterkje zo even op. het boeventongetje erbij. Even dat En dat op. is ook spannend. dat houdt het ook leuk en spannend. Dus stop met het kussen van je partner en doe het het even het tongetje erbij. Het tongetje. Even het tongetje. Even het tongetje. Nou, nou, <laughs> tongzoenen vond het erg rommelig. Um, What's new? Ja. <laughs> Jij wilde graag, je zong hem net al uh, bijna. Ja, ik kwam al bijna uit het mond. Ja, wat wilde jij toevoegen aan onze musical playlist? Ja, Ademnood van Linda Roos en Jessica natuurlijk. Ja, ja ik, 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 ik was het daar aanvankelijk mee eens. Maar toen oh. dacht ik, weet je wat? Ik voeg zelf ook oh. een extra nummer toe. Namelijk Kiss Me van Sixpence. Sixpence non-tudorcha. Is dat die um, Kiss Me? Ja, want anders wordt het helemaal zo'n krankzinnige lijst waar niemand naar <laughs> wil luisteren. En dit is gewoon toch nou, een beste, lekker Nou, ik heb laatst die lijst zitten luisteren. Dit is een waanzinnige lijst. Dat is waanzinnig, okay. letterlijk waanzinnig. Nou, als je die lijst aan het opzoeken bent op Spotify, geef ons daar dan meteen een vijf sterren. Hè? Ja, en dan heb je dat gedaan. Dan ga je naar Apple Podcast en daar geef je ons daar ook vijf sterren. En want dat, ook dat ook is nog aardig. veel belangrijker. Ja, veel belangrijker. Podimo duimpje omhoog. Ja. Um, de buurman kan je even bellen. En dan zeg je: hey, Ik hey, heb ik een heb leuke een pod podcast. Ja. Ja, dus dat, uh, dat kun je allemaal doen. En um, ja, als tip wil ik nog meegeven. Wil je zoenen nou geil houden? Gebruik er dan ook niet te veel vieze woorden voor, weet je wel. Uh, zoek een woord dat bij je past. dan muilen of tongworstelen. Ja, is laat gewoon... ons even weten op Instagram welke woorden jij gebruikt ervoor. Vind ik wel leuk om te weten. Ja, ik wil hier juist censuur op toepassen. Oh, geen censuur, Oké. Okay. Die je niet meer moet gebruiken. Nou, doe, of doe wat Marco zegt. Het is ook zijn podcast. <laughs>